Hallo kijkers en toekijkers, goed nieuwe video. En ja, ik zit hier in de Nether en zoals je ziet heb ik nog geen mooie Nether tunnel. Dus in deze aflevering van Minecraft Server Survival ben ik van plan mijn eigen Nether tunnel wat beter te gaan maken. Gletscher had me vroeger al een beetje geholpen, want hij had dit pad hier al aangelegd en dan ook nog hier een betere gang. Maar nu gaan we die gang ook nog versieren. Wat we even moeten doen is wat hier wat blokken weghalen voor de vloer. En ja, de meeste mensen zitten nu dus thuis gewoon ja, door het coronavirus. Maar ja, ik zie echt niet zoveel, maar hopelijk zal er geen problemen geven. Dus de meeste mensen zitten thuis, dus ik ook, dus ik kan weer wat volop video's voor jullie gaan maken. Alleen ja, er zijn nog steeds veel schoolopdrachten en zo die ik moet doen. En ja, dat is ook weer lastig. Ja, deze gang ook twee blokjes breed wil en drie blokjes hoog. Maar die blok moet hier ook weer even weg. Ik heb al in een creatieve weer wat getest hoe ik het wil hebben. Eerst even wat tijdelijke fakkels voor toch iets te hebben als verlichting. Dus als eerste laag ga ik alleen kwarts gebruiken. Er zit wel een vervelend aan met deze muis is dat ik soms eens een blokje fout kan plaatsen. Ik plaats de blokken veel te snel. Ja, nu doet het iets weer. Mijn vraag gaat: wat is de volgende stap? Daarvoor heb ik mijn polished andesite nodig. Die plaats ik dan hier mooi. Oh, zijn er al. Even een gatblok weghalen zodat ik er weg kan. Oh, dat is het verkeerde blok. Ik heb misschien Minecraft muziek wat op zachter zetten op 19, zo staat hij goed. Deze kant moet uiteraard ook gedaan worden. Uiteindelijk heb ik voor de opname was ik ook even een uurtje bezig met alle resources verzamelen, want ik had geen quartz genoeg. En ik had ook redstone lampen nodig. Dit moet nog weggehaald worden. Dan de volgende stap is weer even wat fakkels hier en daar plaatsen voor. Zo ik een beetje zie wat ik doe. Dan de volgende stap is gewoon simpel bricks. Stone bricks. Even zien hoe het er van hier uitziet. Dus hier zie je al een goede tunnel. Wat ik nog kan doen is en zien waar ik de redstone lampen ga doen. Dus hier komen redstone lampen, dan ook er steeds 3 tussen. 1, 2, 3. Dan hier weer. Zo. En dan zo steeds om de 3. Ik heb het al een beetje gedaan, gekeken waar allemaal redstone lampen moeten. En wat ook nog moet doen is even hier. Dan kan ik hier een redstone fakkel plaatsen. En voilà, zo verlicht het. Oh nee, lava. Oké. Oh, het stroomt nog snel door, ook nog. Even eten. Waarom kan ik niet eten? Ik eet. Eet dan toch. Waarom kan ik niet eten? Ik hou de hele tijd mijn muis opgedrukt. Ah, nu eindelijk wel. Dat is even een vervelend stukje. Net zo bij het einde. Ik moest snel een blok plaatsen. En even terugtrekken en dan weer iets eten. Eet. Ik hou de hele tijd de muis ingedrukt en hij doet niks. Ah, nu wel. Snel ploeg plaatsen. No way. Alle items weg zeker. Gelukkig had ik hier nog wat eten aan het bakken. En ik had ook een rode duivel skin. Van België, omdat dit jaar het EK voetbal ging zijn. Alleen als verplaatsen naar volgend jaar, dus ik mag weer een nieuwe skin zoeken. Dus want deze skin heeft van weinig nut, want aangezien het EK pas volgend jaar is. Mijn doel is op de volgende server minder dood te gaan. Moet wel te doen zijn, want ik ben heel veel dood gegaan in deze server.
Ik ga even testen of deze blokjes wel mooi zijn. Die diorite. Dit van maken. Afmaken voor persoonlijk. Eerst was ik van plan om het plafond ook nog eens verder te doen met quartz. Alleen door het dood te gaan en alle items kwijt. Ja, ga ik het dan misschien van deze blokken maken. Oh ja. Ik weet niet of het wel mooi zal zijn, maar we zien wel. Iron pickaxe is goed genoeg hier. Geen diamond, anders gaat het hakken van de blokken veel te snel. Vooral met netherrack. En dan ben ik al bijna klaar. Al die blokken die verkeerd geplaatst worden, vervelend is het. Kom net goed uit. Qua. Ik heb nog wel reserveblokjes, maar. De fakkels mogen nu wel weg, maar ik denk dat dit wel goed is voor een tunnel. Even nog een screenshot genomen. Nou, ik bedank u voor het kijken naar deze video. Ik weet niet hoe lang het is geworden. Oh ja, de nether is ook wat aangepast. Hier heb je een magnablok hieronder en er is geen piramide meer. Er zijn ook wat nieuwe leden. Maar bedankt voor het kijken naar de video. Hopelijk vond je het leuk. En dan hoop ik op de volgende aflevering dat die iets beter wordt. Dus doei.